Marijke Groenewoud, een succesvolle rentree op de piste. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Ja, het was een mooie puntenafvalkoers. Elisa die trok hem een paar keer goed voor me aan. Dan kon ik makkelijk die twee puntjes pakken. En later trok ze hem aan. Toen hadden we best wel een gat. En toen reed ik door en toen bleef ik weg. Dus het was mooi. Ja, je hebt nog geen eerdere wedstrijden gereden dit seizoen op de piste. Überhaupt geen inline wedstrijden tot vorige week de marathon. Met welke ambities sta je nu hier aan de start? Ja, ik was eerst van plan om helemaal niet op de piste te rijden. Alleen vorige week zei Valentina, nou, denk er nog maar even over na. En ik was afgelopen dinsdag hier geweest te trainen en toen viel het me niet tegen. Dus ik denk, ik probeer het gewoon. Ik ging er zonder verwachting in, maar het is toch wel heel goed gegaan. Waar heeft jouw focus de afgelopen weken op gelegen met het trainen? Nou ja, we trainen nu al vooral voor het schaatsseizoen natuurlijk. 3 weken naar Tenerife geweest. Ook heel lekker in de zon. Maar dus daar ligt de focus natuurlijk wel op het schaatsen. Maar dit is wel leuk om ook mee te pakken. Dit zijn natuurlijk EK-kwalificatiewedstrijden. Staat jouw hoofd daar ook naar? Want je ploeggenoot Elisa Dull, die heeft wel al uitgesproken, ik wil daarheen. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik heb het inderdaad nog niet uitgesproken, maar ik weet het ook nog niet. Ik vind het lastig. Kijk, hier kun je dan vaak wel leuk meedoen, maar het niveau Europees is natuurlijk heel anders. En ik wil niet meedoen voor spek en bonen. Je bent er dus gewoon nog niet over uit? Gewoon twijfel? Ja, kijk, voor de marathon lijkt het me sowieso wel leuk, maar piste weet ik nog niet. Moet ik nog even over nadenken. Ja, piste is natuurlijk ook weer, voor de niet-kenners, rollen is rollen, skaten is skaten. Maar de piste is echt wel lastig, hè? Ja, dat is wel iets waar je vaker op moet trainen. Met de ploeg van schaatsen trainen we veel op de Veenhoop. En dat is een groot rondje van 30 minuten. Dus dat is iets heel anders dan de piste. Dus als ik daarvoor zou gaan, dan zou ik wel vaker op de piste moeten trainen. Maar de weg, de marathon, heb je het het EK dus wel in je hoofd zitten? Het zit zeker wel in mijn hoofd, maar ik moet nog wel over nadenken of ik echt ga of niet. Ik moet ook nog maar plaatsen, dat is ook nog maar de vraag. Je hebt vandaag in ieder geval bewezen dat, ondanks dat je nog weinig wedstrijden hebt gereden, dat het met de vorm wel goed zit. Ja, ik wist ook wel dat ik sterk zou zijn, want vorige week reed ik ook al een goede marathon. Dus de vorm zit wel goed inderdaad. Ja, de marathon, vorige week was je ook gewoon sterk. Het kwam dan net niet helemaal uit voor de overwinning. Na zo'n winter waarin je op de Mastart heel goed doet, zet je de lijn gewoon nu lekker door. Ja, klopt. En Elisa won vorige week de marathon en wij zijn ploeggenoten. We reden niet in hetzelfde pakje, dus het viel niet heel erg op. Dus we waren 1-2, dus dat was ook gewoon prima. Dit was de eerste dag van het weekend. Morgen dag 2. Ja, wat verwacht je daar nu van, nu je deze al gewonnen hebt? Ja, ik heb net gehoord dat ik ook de 500 meter mag rijden. Dus, maar de startjes op de 1000 meter waren niet heel fantastisch. Dus ik hoop dat ik morgen ietsjes beter van mijn plek afkom. En de afvalkoers is gewoon weer rijden voor de winst. En dan volgende week de weg op, hè? Ga je die ook doen? Ja, zeker. Kijk nu al naar uit.